Hartelijk welkom bij Terug naar Toen. De Juliana School voor Christelijk Basisonderwijs is gelegen in de Albertine-Tijmstraat in Arnhem. In 1938 vierden de leerlingen van deze school de verjaardag van koningin Wilhelmina. En in 1943 gingen zij op schoolreisje naar de branding in Doorwerth. Die beelden laten we u graag eens even zien. Wij nemen u graag mee terug naar toen. Het is 31 augustus 1938 en de leerlingen van de christelijke lagere school, de Juliana School, vieren vandaag op het schoolplein de verjaardag van koningin Wilhelmina. Het feest begint zoals toen gebruikelijk met een obade op het schoolplein met als dirigent de bovenmeester. Daarna werden de traditionele Hollandse spelletjes uit de kast gehaald. Vooral de behendigheid werd zeer op de proef gesteld. En natuurlijk mocht de oud-Hollandse stoelendans niet ontbreken. En wat dacht u van zaklopen? Met kapotte knieën en al. De grotere jongens konden hun balvaardigheid tonen bij het kegelvoetbal. En de meisjes, jawel, een wedstrijdje was ophangen. En dan zijn er krentenbollen voor iedereen. Bleef nog lang onrustig op het schoolplein. Het is inmiddels 1943 geworden. De kinderen van de zesde klas van de Juliana School gaan vandaag op schoolreisje. Uitgezwaaid door hun ouders stappen ze goed gemutst in de tram richting Oosterbeek en Doorwerth. Doorwerth wordt een bezoek gebracht aan het openluchtzwembad Natuurbad Park Doorwerth, oftewel de branding. Doorwerth was een van de eerste plaatsen in Nederland met een golfslagbad genaamd de branding. Het werd gebouwd in 1934. Het terrein van de branding was 8 hectare groot. Er was een zwembad, een strand en uiteraard de golven. Thank you.
Naast het zwemmen kon je in de branding ook nog in de bootjesvijver kano varen en je kon op het restaurantterras genieten van de zon en een drankje. Later op de middag werd er voet gezet richting speeltuin de Westerbouwing. De naam de Westerbouwing wordt al in 1760 genoemd in enkele archiefstukken. In 1802 komt de uitspanning in handen van een Arnhemse eigenaar die er rond 1824 een theekoepel liet bouwen waar hij en zijn familie regelmatig vertoefden. Na 1872, toen het landgoed verkocht werd, kwam er een grote verandering voor de Westerbouwing. Er werd een woning bij de theekoepel gebouwd waar een hapje en een drankje genuttigd konden worden. En in 1880 werden er voor het eerst boottochtjes georganiseerd vanuit Arnhem naar de Westerbouwing, waardoor het een publiekstrekker werd. In 1912 werd de Westerbouwing aangekocht door de gemeente Renkum om deze uitgaansgelegenheid te kunnen behouden voor het publiek. In de jaren 30 werd de uitspanning gemoderniseerd met nieuwbouw en een uitkijktoren. En welke Arnhemmer heeft hier niet gewipt, gedraaid of geschommeld als kind? Tot zover deze aflevering van Terug naar Toen. Volgende week meer.